12 mei 2022. We gaan weer op bezoek bij meneer Bladder. Nummer 36. Die nog steeds een rode rotcent heeft betaald. De zaken, het eten en het kunnen verzorgen van mijn moeder. Ze lopen nu gewoon even achterom. Hallo! Hallo! Deze Bladder is een schilder. Misschien heeft hij dat van de 3000 euro van mijn moeder gedaan, die hij nog steeds niet terugbetaald heeft. Hey! Hey! Nou ja, Erik Bladder heeft in ieder geval een leuk terras en een zwembad. En laat mijn moeder Truus van het pensioentje van mijn vader, die torenkraammachinist is geweest, onthouden en van haar AOW om haar laatste dagen helemaal in de kloten te helpen. Maar meneer heeft natuurlijk wel geld om zijn eigen villa met zwembad te laten schilderen. We gaan nogmaals even naar voren. Samen thuisbegeleiding, service, aandacht, advies en maatwerk. Maatwerk en naar de klotenhelp. Advies in samenspraak met de rechtbank Zeeland, Brabant en hier in Den Bosch. Aandacht om corruptie te plegen. En natuurlijk voor carnavalsactiviteiten. En service, nazi-service. Global Goal Services. Nou, we gaan nog even kijken of dat hier er is. Het zou de derde of de vierde keer trouwens zijn dat meneer er niet is. Nou, we gaan even kijken. Het gaat dat de voortuin genomen wordt. De villa staat goed in de lak. Oh, kijk, wij kijken nu door. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Nee, kunnen jullie niet zien. Dus wacht even zo. Dan wel. Het schilderij met het lijk, of met het dingen is weggehaald de vorige keer. Hij denkt van nou, de flikken ze niet meer. Nee. Niet meer. Van deze kant, van deze kant. Niemand ziet huizen. Buren staat te koop, dus als jullie naast meneer Bladder Adder willen wonen, dan kan dat. Dan gaan we hier even kijken. Nee, niemand. Niemand thuis. Nou. Erik, we komen graag een housewarming, upwarming party bij jou houden. Als je dat goed vindt. En als je het niet goed vindt, ook. Tenzij jij het geld wat je van mijn moeder hebt gestolen om haar laatste dagen er tot een hel te maken. Terugbetaald. Nou, hier woont Erik Bladder. Zijn luikjes die zijn van het geld wat hij met bewindvoering jat van mensen die genaaid worden door de Nederlandse staat in samenspraak met de rechtbank en corruptie binnen het hele systeem.
Erik, ik meen wat ik zeg. Kijk jongens, dit is de klepel. Dit is dus het Shell logo. Hier heb je de ram, oftewel de bok of de geitenbok, weet ik veel. Mag ik proberen. Niemand. Nummer 36, de mortel. De vlag is inmiddels weg. We lopen nog een keer achterom. Achterom is kermis, heb ik vroeger altijd geleerd. En ja, weet je, ik pleeg geen huisvredebreuk. Meneer heeft huisvredebreuk. Die is al volgens mij 87-jarige moeder gepleegd. Meneer heeft zijn werknemers met mensen uit Gemert om tafel gezet bij de dagbesteding. Om haar vervolgens DigiD afhankelijk te maken. Mijn 87-jarige moeder, die dus licht dementerend is en al jaren geleden mij als enige bewindvoerder gemachtigde heeft aangesteld. Waar de rechtbank dan overheen fietst, waardoor in principe het vak van notaris meneer Theeuwen gewoon afgeschreven kan worden, want daar wordt toch geen enkel respect voor gegeven. Hallo, is hier iemand? Hallo? Joehoe! Of er is iemand die durft niet naar voren te komen, omdat ik heel gevaarlijk ben of zo. Hallo. Hallo. Hallo, mag ik vragen wie je bent? Nee, mag ik vragen waarom je hier achter? Ja, ik kom voor Erik Bladder. Die is niet thuis. Die heeft mijn moeder bestolen van 3000 euro. En die heeft ervoor gezorgd dat ik in het ziekenhuis geen dossier kreeg van mijn moeder. Die heeft ervoor gezorgd dat de huisarts het medisch dossier van mijn moeder Truus Verstegen niet mag geven aan mij. Terwijl ik notarieel gemachtigde ben. En Erik Prins Carnaval hier de boel versiert. En blijkbaar schildert allemaal van de kosten waar mijn vader levenslang voor gewerkt heeft. Die vreet mijn pensioen van mijn vader op. En het AOW'tje van mijn moeder. Terwijl die volledig op de hoogte is van 197 strafbare feiten tegen mij gepleegd. Waarover ik geen aangifte mag doen. Dat ik dakloos zwerver ben gemaakt in samenspraak met de Rabobank, waar meneer Bladder ook bij bankiert. En de samenspraak ook met de Rabobank, een van de rijkste Nederlanders, de heer Van der Does. Ja, Arnoud Van der Does. Mijn moeders bankrekening heeft stopgezet, waardoor ze nu niet fatsoenlijk kan eten, drinken en ik haar niet fatsoenlijk kan verzorgen. Ik heb 3.500 euro schade aan schuld nu, ja, omdat ik mijn moeder toch ben blijven verzorgen. Ik wil dat hij mijn geld terugbetaalt. Hij is niet thuis. Dus hij is niet thuis. Er is wel iemand achter. Wie is dat? Dat is iemand anders. Maar wie wonen hier dan allemaal, als vraag mag? Daar gaat zo niks aan. Jawel, dat gaat mij wel aan, want meneer Bladder is gewoon... Mijn moeders DigiD is meneer Bladder gestolen. Dan regel je maar op het werk met hem. Ik regel niks op het werk. Ik kom hier, want hij komt ook bij mijn moeder binnen. Hij heeft mijn moeders DigiD gestolen. Heeft ervoor gezorgd dat ze bijna niet meer leefde. Omdat ik haar medische gegevens niet kon achterhalen. Waardoor zij te weinig bloed had, te weinig ijzer naar bloed. Na B-waarde van 3,9 had, waardoor ze bijna de pijp uit was gegaan. Terwijl ze haar kleinkinderen al jaren niet gezien. Door corruptie van mafkezen als dit soort figuren, Bladder. Ja, parasieten op andere mensen. Dat ga je niet oplossen. Dat ga ik wel doen. Niet door tegen mij te schrijven. Oh ja, hoe ga ik dat dan wel oplossen? Ga jij vertellen wat er aan de hand is? Nee, maar weet je, ik heb 55 rechtszaken kortfixing meegemaakt door figuren als meneer Bladder. Die in loges zitten en daar een beetje zichzelf presteren en parasiteren op echte mensen. Dat betekent dat ze echte mensen beroven van hun hele hebben en houden terwijl ze weten hebben dat ze het mee hebben aan corruptie. Aan narcisme, oftewel nationaal zionisme. Ik weet niet of je weet wat dat inhoudt. Ik ben Trudy Verstegen en meneer Bladder heeft mij van 3.500 euro... Alsjeblieft. Jawel. Nee. Jawel, maar meneer Bladder... Mijn terrein wilt hier vertrekken. Wie bent u als ik vragen mag? Wie bent u als ik vragen mag? Ik ben Trudy Verstegen, dat zeg ik toch? Ik ben Annemieke Jonkers. Ja, en u bent de vrouw van meneer Bladder? Nee. Wie bent u dan? Ik woon hier wel, maar ik ben niet zijn vrouw. Wacht even, u woont bij meneer Bladder? Ja, dus? Ja, dat mag. Ja. Wilt u alsjeblieft hier niet verder met z'n onttrekken? Ik ga toch niet verder, ik sta hier gewoon Ja, maar dat is ook ons terrein. Oh, dat is ook ons terrein. Ja, weet je, maar... Fietspad kunt u meneer Bladder heeft mijn moeders DigiD gestolen. Het.
Dat weet u. Kunt u zien op trudyverstegen.nl. Ik ga even bellen. Dat is goed. Zegt dat... De politie, hè? De politie, ah ja. Kunt u meneer Bladder niet even bellen dat ik hem kan spreken? Ik kan niet bellen. Waarom niet? Omdat u niet bereikt. Ik heb hem nog nooit gezien. Oh, je bent die mevrouw die ik aan de lijn heb gehad, mevrouw Jonkers. Van Saam Thuisbegeleiding, toch? Nee, hoor. Oh. Maar ik vraag om meneer Bladder. Die heeft mijn moeder bestolen en van haar DigiD. Die is niet thuis. Zeg je? Die is niet thuis, dus dan kun je beter gewoon niet hier blijven. Waarom? Omdat hij niet thuis is en voorlopig ook niet thuis. Let op, de zitten daar kan onder de verf. Ja, maar wie bent u als ik vragen mag? Werk jij voor Saam Thuisbegeleiding? Nee. Woon hier... Saam Thuisbegleiding zit in Geemert. Ja? Maar hier woont Erik. Erik woont hier. En Erik heeft hier 10 mensen wonen of zo. Ja, maar mijn moeder mag niet eten en drinken en gewoon zorg krijgen. Ja. Veel plezier, hè? Parasieten op andere mensen. Nou, dit is dus het huis van Erik Bladder. En blijkbaar heeft hij hier een... Weet ik veel. We gaan hier dus met z'n allen feest vieren voor de deur. Net zolang totdat meneer Bladder... Het geld van mijn moeder heeft terugbetaald, wat hij gestolen heeft, de bonnen die hij zou betalen, die hij niet betaald heeft. Erik Bladder in de Moer. Nee, wacht even, in de Morten. Weer niet thuis, voor de vierde keer, we gaan weer terug. Kasteel in Gemmert, de vestigingsplaats van meneer Bladder, met Octagonal Castle. Of tot elite paradijs omgetoverd van boven 1 miljoen. De sauna en een zwemkracht eromheen. Dus Black Adder. Gebeuren met uiteraard, ja, die kunnen jullie niet zien. Misschien nou net de, oh ja, de Rabobank. En hier achter het gemeenste huis. Black Adler logo. In het midden en het vierkantje. Nou, als je dat wilt. Ik dacht, dan vliegt die hele toe. Ja, maar dan wil ik niet dat je dat zo dat ze afstonden. Ja, nog even terugkomend op dat kasteel van Gemert. Voormalig Duits orde. Ik heb diepgaand onderzoek ook in... Gemert gedaan natuurlijk, de vrije heerlijkheid. Als je daarop terug beduurt, dan kom je gewoon op oude Duitse adel. Die natuurlijk gewoon bezig zijn met ons allen gewoon om zeep te helpen. Hè? En waar meneer Bladder en zo gewoon instrumenteel van zijn. Maar als die oude adel nou allemaal ook eens beseft dat degene die nu daar mogelijk wijs in een plekje kopen, dat het alleen om de royals zelf gaat en dat het om exit femininity gaat. Misschien staan ze er dan... anders in. Het gaat om exit, vrouwen, alleen Illuminati gay satanisten mogen blijven leven en de rest moet exit planet. Daar zijn ze mee bezig. En misschien is het dan toch handiger dat jullie gewoon eerlijk gaan zijn en we kinderen af gaan blijven met z'n allen, zodat we nog iets hebben aan ons allen bestaan. Dankjewel. Ja, wat ik dan weer fascinerend vind is de geschiedenis en dat is vrije heerlijkheid Gemert van de Duitse orde, death cult. Pauselijke loges, ubermenschen zijn. Ja, hoe duidelijker wil je het hebben? And once you have taken it all in. Op het moment dat je alles voor jezelf hebt gegraaid. Ja, dan heb je nu natuurlijk weer het Freemasonpand en de ridders van de ronde tafel. De oude heren die over ons leven beslissen. En van ons van alles beroven. Inclusief kids, huis, boedel... inkomen en elk recht. Stoere jongens. Hebben jullie ook maar 1 dag, 1 seconde aan de toekomst van jullie kinderen gedacht? Jazeker, fascinerend is het zeker. Dat jullie zo vreselijk antisociaal zijn met z'n allen en niet zien dat je heel de wereld om zeep aan het helpen bent. Dankjewel, Trudy Versteegh. Donderdag 12 mei. 10:15, 22:15. Nogmaals bij meneer Bladder op de Zandstraat nummer 36 om te kijken wat zijn motivatie is
om mijn 87-jarige moeder aan mij naar de kloten te helpen. Handelend met voorkennis van zaken. DigiD gestolen van mijn moeder. Ruim 3000 euro niet voldaan aan kosten die gemaakt zijn. We gaan weer kijken. Geen medisch dossier geven. Weiger aan de huisarts het medisch dossier te geven. Bewust geen bonnen terugbetalen van zorg. Meegaan met onveilig thuis in zaken gewoon corruptie van de bovenste plank. Ook met dokter Hofmeester of valse melding. Meneer is op de hoogte van mijn situatie. Dat ik van 197 strafbare feiten geen aangifte heb mogen doen. Mevrouw Eskes Leenaerts, voor hem werkzaam voor de firma Saam Thuisbegeleiding, is op de hoogte van het hele feest. Ze heeft aangegeven dat ik mijn moeder al in detail goed verzorgde. En dat ze geen veranderingen zou brengen in hetgeen wat er plaatsvond. Mijn moeder had geen schulden. En meneer Bladder stapt in samenspraak met rechtbank over een notariële volmacht van mij heen. Die mijn moeder als laatste wil heeft verstrekt aan mij bij notaris Teve in Boksmeer. Dus concreto stappen dus logeleden over notariële machtigingen afgegeven door andere logeleden heen. Omdat ze scheid hebben aan de wet, omdat ze scheid hebben aan het rechtssysteem, omdat ze zichzelf boven elke wet achten ten faveur van hun eigen banaan. En dan zijn hier een aantal BV's op dit adres gevestigd. En waaronder een BV heet prettig geregeld of goed geregeld. Ik kom er nog even op terug. Ik laat de KVK-inschrijving zien. En ik ben hier nu dus voor de 5e keer. Ik heb meneer Bladder nog nooit gesproken. Ik heb ook niet hem te woord mogen staan. We kunnen nog een keer zien het Shell-logo. Pan is dit logo. Dus we gaan nog een keer bellen of dat meneer Bladder thuis is. Want ik wil mijn geld terug en ik wil mijn moeder gewoon kunnen verzorgen. En een juiste justitie in plaats van deze bullshit. Gewoon de belangen van mijn moeder kunnen behartigen. Nou, licht gaat aan. Er staat een mevrouw voor de deur. Er wordt iemand geroepen. Een goede avond, wij komen voor meneer Bladder. Kan ik u weer teleurstellen, want hij is weer niet thuis en ik wens niet gefilmd te worden. Tot ziens. Wanneer is hij wel thuis? Wanneer is hij wel thuis? Ik wil meneer Bladder persoonlijk spreken, want hij vernielt het leven van mijn mama. Nou, jullie zien dus dat er een hand voor de deur. Ik weet niet wat meneer Bladder hier uitspookt met zijn prettig geregeld BV. Een Saam Thuisbegeleiding BV in de Mortel op de Zandstraat nummer 36. Maar ik sta iedereen toe om meneer Bladder op dezelfde manier te grazen te nemen als dat hij mij sinds september 2021 doet. Met maar één goal is endlozen vrouwen, oma's in samenspraak met nationaal-zionistisch Nederland, oftewel fascisten, die alleen maar gaan voor hun eigen banaan. En dit is de 5e keer dat ik dus gewoon bij meneer Bladder ben, dat hij niet thuis is. Waarschijnlijk woont hij hier niet eens. Nou ja, kijk naar de BV's die hij hier heeft. Ik word niet te woord gestaan. Nog een keer, gewoon. Dit is dus parasiterend Nederland, zionistisch Nederland, wat alleen maar gaat voor eigen belang. Voor mensen kapot maken. En nogmaals, deze mevrouw kan wel zeggen dat ik hier niet mag zijn omdat hij hier woont, maar dit adres heeft gewoon een kantoorvestiging. Saam Thuisbegeleiding, service, aandacht, advies en maatwerk. Samenspraak met de rechterlijke macht om mensen naar de kloten te helpen. Prins Bladderstraat, Erik en Tom, de Krul starten 2015. Animal Farm 2.0. Go fuck yourselves.
En je moet jezelf kapot schamen dat je de mensheid naar de kloot helpt. En nogmaals, ik weet niet of die mevrouw mijn vrouw is, maar alle vrouwen staan op de dodenlijst. Het is Exit Humanity en Exit Femininity. Ik deed 6 jaar onderzoek naar het gay satanische netwerk in de top. En wie er allemaal aan meewerkt, die is debet. En het naar de kloot helpen van andermans leven. Waaronder die van mij, Trudy Verstegen, mama van 3, Nicky Martin Madelief Splinter. En mijn mama, Truus, van 87 jaar, die haar hele leven lang klaar heeft gestaan voor klootzakken. Nou, dat blijkt als dit soort schoren. Elke week 2 dagen naar Waalwijk komend. Mijn kinderen aan detail goed verzorgend. Omdat mijn ex-schoonvader bestuursvoorzitter van de Rabobank is en samenspraak met dit soort figuren. Dat dan gewoon in een kantoorpand met prettig gestoord of prettig geregeld BV en Saam Thuisvernietiging BV heeft om mij naar de kloten te helpen. Zonder enig respect voor de mensheid. Zonder geweten. Als jullie weten dat je zelf niet op de overlevende lijst staat, volg mijn Telegram, volg mijn website. Dan piep je wel anders. Dankjewel. Oh, I'm